Vanmiddag, toen mevrouw in de keuken bezig was met het eten, kwam ons zoontje plotseling binnen met een papiertje in zijn hand. Hij liep naar haar toe en gaf het aan haar. En terwijl zij haar handen afdroogde aan haar schort, las ze wat erop stond. Schuur opruimen, 5 gulden. De hele week mijn bed opgemaakt, 1 gulden. Boodschappen doen, 50 cent. Op een broertje gepast, terwijl jij boodschappen deed, 25 cent. De vuilnisbak buiten zetten, 1 gulden. Voor het halen van een goed rapport, 5 gulden. En ook nog de tuin aangehaakt, 2 gulden. Totaal te goed, 14,75. Nou, dat was het. En terwijl hij vol verwachting naar zijn moeder opkeek, zag ik hoe de herinneringen door haar heen flitsten. Toen pakte ze een pen, draaide het blaadje om en ze schreef: ik heb je bij me gedragen, tot aan je geboorte. Gratis. Aan je bedje gezeten en voor je gebeden. Gratis. Alle dagen en weken voor je gezorgd en naar je omgekeken. Gratis. Tel dat allemaal op. Je moeder doet alles gratis. Voor niets. Iedere avond te zorgen voor de dag van morgen. Gratis. Ik heb je medicijnen gehad, je schoolgeld betaald, gratis. Ik heb je kleren versteld en vaak om de dokter gebeld, gratis. Vertel dat allemaal op. Je moeder doet alles gratis, voor niets. Toen hij dat gelezen had, stonden zijn ogen vol grote tranen. En heel zacht zei hij: mami, ik hou van je. Heus waar. Toen nam hij de pen uit haar hand en hij schreef met grote hanenpoten: nota voldaan. En als je dat allemaal optelt, echte liefde is gratis. Voor niets.